de Flanders Food Faculty heeft beslist dat wij meer en beter moeten inzetten op onze culinaire talenten. Waardoor dat wij dan bij Horeca Vlaanderen de kans hebben gekregen om ook effectief te gaan werken met die jonge talenten en er een project rond uit te bouwen. Wat dan het National Culinary Team is geworden. Wij zijn hier met het Young Chefs Team van het National Culinary Team eigenlijk in Luxemburg op de Culinary World Cup. Vandaag hebben wij hier onze eerste proefdag eigenlijk, waarin dat wij een drie gangen menu voor 70 personen moeten maken. Ja, we hebben ons uiterste best gedaan. We werken hier al een jaar naartoe en ja, ik ben echt... Ja, nu beseft je dan nog niet wat het eigenlijk is, maar de volgende dagen komt dat wel binnen. Horeca Vlaanderen is heel belangrijk omdat zij ook helpen met de organisatie en de financiering van het project. De insteek is eigenlijk van Toerisme Vlaanderen gekomen. Als je goed scoort op culinaire wedstrijden, dan kan je gastronomisch toerisme naar boven duwen. Hier staat zeker een hele trotse mama. Ja, ik denk voor alle zes de jonge gasten dat de mama heel trots zijn. Wereldkampioenschap kun je niet al dagen meemaken. Nee. Ik ben heel trots op Guus, dat de eerste al. Hij heeft er hard voor gewerkt. Hij werkt al sinds zijn 15 jaar. Dus ja, ik ben blij voor hem dat hij dat hier eigenlijk mag meemaken en dat hij in het team is terechtgekomen. Het zijn nu vrienden van hem geworden en hij doet er heel hard zijn best voor, dus ik ben blij voor hem. Ja, ik ben super fier. Dingen dat je bij sterrenrestaurants tegenkomt en dat hij dan hier toch kan waarmaken. Ja. Als broer ben ik enorm fier. De jongens hebben zich ongelooflijk gegeven, ze hebben maanden ernaar uitgekeken en getraind. Dat zijn ook heel grote talenten en dat is ook wel plezierig. Als je met zo'n mensen kunt werken, dan als man de prestatie kunnen leveren die we gehoopt hadden, ik ben heel fier.